Ja? Okay. Gelukkig. Hoezo vraag je? Nou, ik vind dat je een beetje anders doet. Ja, dat wou ik eigenlijk ook tegen jou zeggen. Ah, ja, ik irriteer me er wel een beetje aan. Irriteren waarom? Ik vind gewoon dat je anders doet. Yes, je bemoeit je in één keer met dingen die je normaal niet zouden boeien. Zelfs tegen mij ga je dan zo doen. Dan denk ik van, waar komt dat vandaan? Maar hoe bedoel je dingen waar ik me normaal niet mee zou doen? Nou, net zoals nu met die BNB. Ik zit al 2-3 dagen met jou in discussies over BNB of over utopianen die misschien op de grond moeten slapen en weet ik het al. Maar normaal zou dat je helemaal niks interesseren. Nou, en eventuele huisjes die we tekort gaan komen. Die we niet tekort komen. Ja, maar Merel, dat is wat ik zeg. Dat is waar ik me druk om maak. Is op het moment dat jullie je huisje niet meer als B&B gaan doen. Dan gaan andere mensen willen het ook niet meer doen. En voordat je het weet zijn er dan weer 2 andere groepjes die ook zeggen. Ik vind het ook allemaal wel prima. En dan uiteindelijk hebben we geen omzet meer met de B&B. En dat is hetgeen wat ik als probleem ga zien. En het enige wat ik ook in het begin tegen je zei was. Overleg even goed met elkaar. Mm-hmm. Toch? Yeah. Daar kwam het op neer. En dat is dan niet gebeurd. En nu praten jullie nog steeds amper met elkaar. Maar dat moet jou dan toch niet uitmaken? Nou, uiteindelijk wel. Want straks gaan we problemen krijgen met de B&B. Dat is wat ik ook al een paar dagen zeg. Ja, maar ik zeg ook al 3 dagen inmiddels. Dat we 4 B&B-huisjes hebben. Maar denk je niet dat we nog meer problemen gaan krijgen? Want als de ene mee stopt, stopt de andere mee. En dan geeft het een vrijbrief voor de andere om er ook weer mee te stoppen. Tuurlijk, maar dan hebben we nu toch bedden. En dan snap ik gewoon niet waar je druk om maakt. Nou, omdat in eerste instantie er geen bedden zouden komen. En dan zie je dat Shelly en Andrea dan ook niet meer willen. En voordat je het weet, zegt Ger dan ook, ja weet je, en ik wil überhaupt niet met 3 mensen in de tent slapen. Je weet toch hoe dat soort dingen hier gaan. En dat is hetgeen wat ik voorzie qua problemen. Dat is ook wat zich op dit moment aan het uitspelen is. En dat is eigenlijk waarvoor ik 3 dagen geleden al waarschuw. Snap je, overleg met elkaar en voorkom dit soort problemen. Nu heb ik helemaal mijn handen ervan afgetrokken, maar iedereen komt ook naar mij toe. Ja, wat vind jij ervan? Ik laat mijn baard doen door Shell en ik zit in die kapperstoel. En ze zegt, ja, wat vind jij er nou van? Ik zeg, ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind de hele kast nergens op slaan, dat weet jij ook. En ik voorzie een hele hoop problemen. Maar voor de rest heb ik 3 dagen geleden de discussie al gevoerd en ik ga hem niet nog een keer voeren. Nee, heel goed. Dus het enige wat ik daarna heb gezegd is, ga alsjeblieft als volwassen mensen gewoon even met elkaar praten. Ja, dat had ik ook gezegd in jouw geval, maar dan al vanaf het begin. Ja, maar dat is ook wat ik op dag 1 tegen je heb gezegd, toch? Nee, dat had ik tegen andere mensen gezegd. Als mensen tegen mij komen zeuren over een probleem die bij jou ligt, zeg ik, jongens, zoek dat lekker mijn jasje uit. Laat mij daar buiten. Ja, maar uiteindelijk wordt het een groepsprobleem, snap je? En dat soort dingen, als je hier... Maar dat hoeft het niet te worden. Want jij wakkert overal het vuurtje aan, als ik dat mag geloven van iedereen. Ja, en dat is dus niet zo. Ik kom er met iedereen in gesprek over. En dan zeg ik gewoon wat ik ervan vind, dat ik het er niet mee eens ben. En dat er op dat moment problemen gaan komen. En joh, als jij gelooft dat ik een vuurtje aan het wakken ben, ik ga er aan onderdoor. Ik heb er geen zin meer in. Alleen ik voorzie dit 3 dagen geleden al. En ik begrijp gewoon niet dat het niet opgelost wordt. Want we zijn gewoon 14 volwassenen bij elkaar. We gaan kinderachtig met elkaar om. De een wil een kast, daardoor wil de ander geen B&B meer doen. En dan uiteindelijk, voordat je het weet, praat er helemaal niemand meer met elkaar en alleen nog maar over elkaar. En wat ik tegen je heb gezegd, ook op dag 1 al, is het is nu nog niet mijn probleem. Maar voordat je het weet is het wel mijn probleem. En toen zei je op die dag zelf al, ja en anders dan doen we het zo en dan gaat Ger bij jou slapen. Zeg ik, zie je, dan is het alsnog ja, is het weer mijn probleem. Dat is ook niet en eerder. Nu straks binnen no time kom je in een situatie waarin mensen geen B&B meer willen. En dan is het toch ook mijn probleem. Ja. Dus ik heb er baat bij dat het gewoon bij voorbaat opgelost wordt. Maar ja, ik weet niet, mensen hebben gewoon persoonlijk een hekel aan elkaar. En daarom willen ze geen centimeter meegeven. Wat doe gewoon... je daar precies mee? Nou, volgens mij heb jij een hekel aan Shelly en Andrea. En volgens mij hebben zij een hekel aan jou. Zot. En nou niet dan? Denk je van niet? Ja, misschien. Okay. Nou ja, volgens mij is dat redelijk duidelijk allemaal. In ieder geval, jullie mogen elkaar echt niet. Misschien is hekel het verkeerde woord, maar je mag elkaar echt niet. En als je elkaar echt niet mag, dan ga je ook niet tegen elkaar zeggen, nou weet je wat, maken jullie maar een kledingkast van, dan gaan wij wel ons huisje uit. Nee, dan zeg je, joh, als jij een kledingkast wil, dan krijg je de pleuris maar met je kut B&B, toch? Nou, vind ik niet, want de B&B is iets zakelijks, dus nee, dat heeft precies, sowieso niks te maken op persoonlijk vlak. En daarnaast is het natuurlijk heel kinderachtig te zeggen, de een doet dit, dus doe ik het ander maar niet meer. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Ik zeg, dat vind ik ook heel kinderachtig. Ja. Dat jullie dat en dat is niks persoonlijk. Buiten dat ik het er niet eens mee ben dat het alleen een kast gaat worden, heb ik ook tegen hun gezegd boven dat het kinderachtig is om dan maar te zeggen, dan doen wij het ook niet meer. Mm-hmm. En heb ik ook tegen André gezegd, hoe vaak ben je uit het huisje gegaan voor de B&B? Ja, geen één keer is ze daaruit gegaan, daarvoor wel bij de tent. Dus het is gewoon fucking kinderachtig. Het is ook super kinderachtig. Want waarom hoor ik Lex er niet over? Jens en Milene er niet over? Nee, maar ja, ga er maar vanuit dat een probleem gaat worden als 2 mensen straks geen B&B-huisje meer hebben. Dan gaat dat ook binnen no time een probleem worden. Ja, misschien wel, ja. En dan vraag ik me af
of dat het allemaal waard is om een kast te willen gaan bouwen. Maar er komt toch een bed in nu? Als het mij had gelegen niet. Nee, precies. Maar er gaat nu toch een bed in komen? En dan zeg je vanmiddag heel bij de hand tegen me, zeg je, ja, maar het komt niet door jou. Ja, maar dan moet het weer lijken alsof het door jou komt, dat er uiteindelijk beslist wordt dat er een bed komt. Kijk, dat soort dingen, daar irriteer ik me gewoon een beetje aan. Maar moet het lijken alsof, ik wil gewoon niks liever eigenlijk 3 dagen geleden al, dan dat jullie gewoon met de normale oplossing met elkaar waren gekomen. Snap je? Ik weet niet. Ik heb er geen baat bij om 3 dagen te discussiëren. Nee, maar die hoef je daar in principe ook helemaal niet mee te bemoeien. Maar dat doe je zelf. Ja, maar je weet dat het uiteindelijk een probleem gaat worden. En daar heb ik geen zin in. Maar het is toch geen... Voordat je het weet. Nee, maar straks is het helemaal uit de hand gelopen. En dan had niemand zich ermee bemoeid. Dan was het alleen een kledingkast geworden. De eerstvolgende keer dat we een B&B hadden gehad, hadden mensen gezegd, jullie stikken er maar in. Je weet toch hoe het gaat? Ja. Ja. En dan is het toch ook mijn probleem. Maar het daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dit is gewoon wat je zegt, het is gewoon iets zakelijks. Dus dan begrijp ik ook niet dat je dan nu zegt van joh, en dan lijkt het alsof het vanuit jou komt. Dat maakt toch helemaal niet uit vanuit wie het komt. Het gaat erom dat. Nee, maar aan dat soort dingen irriteer ik me. Ik heb gewoon het idee dat jij gewoon nu al bezig bent met die finale. En dat je een soort van karakterswitch aan het doormaken bent of zo. En dat merkte ik nu ook met dit. Dat ik denk van what the fuck man, doe gewoon normaal. En dan gaat het nog over mij ook. En dan ga je met mij zo die discussie aan. Maar waarom doe je dat dan bijvoorbeeld niet met Fren? Tegen ja, mij zei dan te bekken. Ja, maar dan moet je toch juist mij een beetje mijn rust laten met dat soort dingen. Tuurlijk mag je er wat van zeggen. Mag je zeggen dat je het er niet mee eens bent. Maar vind jij niet dat jij in deze hele situatie gewoon op dag 1 al het moet zeggen, ja, we gaan met elkaar overleggen? Ja, oh, absoluut. Ja, dat is een oplossing. Dat dan had ik toch in dit verhaal helemaal geen boosdoener hoeven zijn. We hebben toch onnodig in ellende gezeten. Maar jij bent degene die zich ermee bemoeit. Ja, maar in het groepsbelang toch? Ik wil gewoon dat die B&B doorgaat. Het groepsbelang. Dit soort dingen bedoel ik dus. We zijn omhoog gegaan naar 2 B&B's voor €300 per week. Dat is toch gewoon vanuit financieel oogpunt hebben we dat besloten. Mm-hmm. En dan heb ik toch helemaal geen baat bij. Was mijn idee ook? Ja, dan heb ik toch helemaal geen baat bij dat straks mensen gaan zeggen dat het gewoon niet meer doorgaat. Nee, maar ik toch net zo goed niet. En ik maak karakterontwikkeling door, karakterverandering, wat bedoel je? Nou, dat idee heb ik nu gewoon. Omdat je nu in één keer, ik weet niet, je maakt sta ik daarom met iedereen elke dag ruzie te maken? Omdat ik zo graag lief gevonden wil worden. Sta ik daarom elke dag ruzie te maken? Dan nou, doe ik toch lief, dan maak ik me toch helemaal geen zorgen om dingen. Je maakt je toch, dat doe je toch niet? Nou, ja, tegen mij? Nou, niet alleen tegen jou. Volgens mij heb ik elke dag discussies. Oké. En waarom merk je het nog meer? Aan hoe je je opstelt. Tegen mij doe je ook fucking, best wel hard. Met die discussie die we hebben over als ik mijn gevoel moet uiten, nu weer met een B&B. Het is al heel de week zo. En wat denk je dan dat mijn baat daarbij is? Ik heb geen idee. In het kader van de finale. Nee, maar leg eens uit. Nee, ik heb geen idee. Dat is wel wat ik me afvraag. Van? Misschien op jouw manier of misschien heb jij daar zo je idee over. Dat kan toch? Denk je dat ik er beter van word om ruzie te maken? Of denk je dat ik dat niet leuk vind? Lijkt het alsof ik lekker in mijn vel zit op dit moment? Zit je dat niet? Dan lijkt dat zo. Ja, eigenlijk wel. Ja? Oké. Nou, niet. En waarom niet? Omdat ik dit soort dingen geen zin in heb in die discussies. Alleen ik zit hier inmiddels lang genoeg. Ik zit hier ongeveer 25 maanden in Utopia en ik heb al dit soort problemen meegemaakt. En ik weet dat. Dat is wat ik op dag 1 tegen je zeg. Met die B&B, er gaan problemen komen. En jij komt met het idee om op te schalen naar 2 B&B's. En voordat je het weet, door dit soort ellende, heb je straks geen B&B's meer. Ik bedoel, daarvoor zit je er toch ook lang genoeg om te weten dat mensen dan denken, stik er maar in. En daar hebben we toch allemaal geen baat bij. Nee, absoluut. €1200 per maand mis in potentie. Ja, in potentie. Kijk, en daar gaat het voor mij ook al mis. En dan denk ik, ja, kijk, hebben we nou een druk bezochte B&B dat er elk weekend twee keer 2 huisjes komen? Ja, dan snap ik het. Ja, maar dan kan je 2 dingen doen. Maar dat is toch het hele geval niet? Je kan gaan bouwen tot een kledingkast. Of je kan gaan kijken hoe we de B&B beter op de kaart kunnen zetten, toch? Ja. Nou ja, ik denk dat. Ja, 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 klopt. Maar je kan er toch zelf ook voor zorgen dat je wat minder zulke discussies terechtkomt. Ja, ik vind het zo. En zeker als je er geen zin in hebt. Ik vind dit soort dingen belangrijk. Ik sta. Weet je wat het is? Vanaf dat ik hier binnenkom, doe ik mijn best voor dingen. En de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. En ik beland in een hele hoop teringzooi. Laat dat duidelijk zijn. En dat vind ik allemaal prima voor het grote plaatje. Omdat ik Utopia vooruit wil helpen. En dat is wat ik vanaf het begin heb gedaan. En dat is wat ik tot het einde ga doen. En ik wil zorgen dat hier geld verdiend wordt. En als we dan nu uiteindelijk in een situatie gaan komen waarin ik al voorzie. En let maar op dat er straks gewoon geen B&B's meer zijn als we zo tegen elkaar gaan doen. Dan heb ik daar geen baat bij. Maar dat zijn hele makkelijke euro's, toch? Ja. Dat is wat we ook altijd zeggen.
En als jij dan de conclusie trekt dat ik mezelf aan het veranderen ben voor een finale, dan denk ik dat je het helemaal verkeerd hebt. Die conclusie trek ik niet, dat vraag ik me af. Oké, nou ja, dat je er überhaupt al over nadenkt. Ja. Maar dat mag ik dan als weer als ik mezelf zeggen. Zou gaan veranderen voor een finale, dan zou ik heel aardig tegen iedereen gaan doen. Hm. Volgens mij is dat niet het geval. Nee, niet tegen mij in ieder geval, op dat soort dingen. Toch? Wat van de stemmen van buiten, dat maakt me niet zo heel erg veel uit. Ik ga ervan uit dat ik die wel ga krijgen, maar als ik zou willen winnen, dan moet ik stemmen van binnen krijgen. Maar ik blijf gewoon tot het einde doorgaan zoals ik ben begonnen. Hm. Ja, oké, duidelijk. Maar wat is voor de rest met jou aan de hand? Met mij niet. Omdat je het idee hebt dat ik anders doe door de finale. Ja, dat. En waarop baseer je dat nog meer? Op de twee punten die ik net noem. Dus dat ik me bemoei met de B&B? Bemoei met zaken die je normaal, denk ik, niet heel veel zouden uitmaken. Echt niet? Meen je dat echt? Kijk eens terug naar al mijn maanden dat ik hier heb gezeten. Heb ik me niet altijd met alles wat geld verdient bemoeid? Yeah. Vanaf dag 1 toch, Merel? Ja, maar dit is toch anders? Nee, tuurlijk is dit niet anders. Okay. We komen straks toch, dat is wat ik vanaf dag 1 tegen je zeg. We gaan toch in de problemen komen met die B&B? Ja, oké, dat is een duidelijk verhaal. Maar dat is... En waarom ik het punt erbij haal dat mensen op de grond moeten gaan liggen, is omdat op het moment dat jij verkiest om, om een bed weg te gaan halen, twee bedden weg te gaan halen, daardoor mensen uit hun huisje moeten en normaal op een bed zouden kunnen liggen en nu op de grond moeten gaan liggen, dan worden ze opstandig. Hm. Oké. Okay. Ja, kan je me zo aankijken? Hoe lang heb je dit idee al? Nou, nee, eigenlijk sinds vandaag. Dat ik weer in discussies beland. Ik denk... Pff. En toen zat ik over na te denken. Toen had ik een gesprek met Gerde over. En toen... toen irriteerde ik me. Toen had je gesprek met Gerde over. Ja. Waarom ben je niet naar mij gekomen? Nou, dat kwam eigenlijk ter sprake. Het is niet dat ik... wel eigenlijk. Ja, ik heb het daar met Ger over gehad. En toen dacht ik nu van, ik kom vanavond wel. Maar waarom ben je niet gelijk naar mij gekomen? Toch, ja. Het is nogal wat namelijk. Ik vind namelijk helemaal niet dat ik verander. Ik vind dat ik vanaf dag 1 hetzelfde doe als wat ik nu doe. Maar dan is het toch ook goed? Ja, maar waarom kom je dan niet naar mij toe? Waarom ga je eerst zo'n verhaal in de ronde slingeren? Ik slinger het absoluut niet in de ronde, hoor. Dan ik wel niet. Je bent er wel over tegen Ger begonnen. Ja. Maar dan, als ik het verhaal de wereld in zou willen slingeren, dan had ik het wel aan iedereen verteld, toch? Oké. Okay. Nou ja, het is in ieder geval een begin. Terwijl je ook gewoon naar mij had kunnen komen. Een Ger is toch gewoon een maatje? Leu je nooit... Toch ook? Je ligt met me in bed. Dan kan je toch naar mij komen? Ja? Maar dat is toch ook niet zo dat ik dat niet had willen doen? Jij lult nooit met Ger over mij. Nou, ik vind het nogal wat. Jij vindt het nogal wat. Ja, yes, het is allemaal weer gegaan. Hier weer dramatisch. Nee, maar we hebben een relatie met elkaar. Dan kan je toch naar me toe komen als je vindt dat mijn gedrag verandert? Ja, dat kan. Maar als ik op dat moment zo geïrriteerd ben en geen fatsoenlijk gesprek met jou aan kan gaan omdat ik geïrriteerd ben. Wat doe jij? Het eerste wat jij doet als wij gezeik hebben, loop je toch ook naar Ger, omdat dat je maatje is, om even over mij te horen. Als wij gezeik hebben, ja. Dan heb ik het dus al met jou erover gehad. En dit is iets wat nu voor mij nieuw is. En dat is dan met iemand anders besproken. Ja, maar dat komt toch voort uit de situatie? Oké, we gaan nu weer zo'n wel eens niets krijgen en heb ik niet zo heel veel zin. Nee, ik ook niet. Oké, maar dat was het eigenlijk. Dat is het einde gesprek, dan loop je weg.